Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag donderdag 11 juli 2024. Als eerste wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de felicitaties, voor de cadeautjes die ik heb gekregen, voor de ondersteuningen. Dank jullie wel, daar ben ik heel dankbaar voor. Echt super ook, ik voelde me heel jarig. Dus dank jullie wel, dat wilde ik gewoon even meegeven. Als eerste wilde ik eventjes naar iets kijken, want daar werd wat over gevraagd tijdens de live dinsdagavond. En ik begreep het ook niet helemaal goed, want ik had het in ieder geval niet gezien over dat in België dat ze dat muntgeld willen, dat mensen weer muntgeld gaan uitgeven. En dat had iets met het klimaat te maken. Nou, verbaast me dat niets, want alles is tegenwoordig klimaat, klimaat. Ook al heeft het er niets mee te maken, dan heeft het nog met het klimaat en de klimaatsverandering te maken. Maar ik kwam nu een artikel tegen dat blijkt dat ze dus de campagne zijn begonnen om euromunten in de roulatie te krijgen in België. Want volgens het VOD, Financiën, het Belgische ministerie van Financiën, zijn er te weinig munten in omloop. En dat is dus blijkbaar een probleem. Blijkbaar willen ze er ook niet meer bij gaan maken of lukt dat weer niet. Dus willen ze mensen op deze manier hun munten aftroggelen. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Ze willen natuurlijk naar een cashloze maatschappij. En dan moet natuurlijk alles zoveel mogelijk in de omloop zijn. Zodat ze het natuurlijk ook weg kunnen nemen. Dus ik zie het alleen maar als goed teken dat er gewoon een heleboel Belgen. En waarschijnlijk ook in Nederland en wereldwijd aan hun munten vasthouden. Sowieso belangrijk om wel contant natuurlijk te betalen. Maar ik vond dit interessant. Want dit geeft wel aan dat er nog een heleboel, in ieder geval in België, vasthouden aan contant geld. En dat is heel belangrijk. Oké, dat wilde ik als eerste doen. In deze video ga ik het iets anders aanpakken. Want ik moet eerlijk zeggen, er sprong niets uit. En ik moet ook zeggen, ik natuurlijk ook door mijn verjaardag. En ik was gisteren ook bij een vriendin op bezoek en zo. Ik heb het ook niet helemaal goed bijgehouden. Ik heb natuurlijk wel dingen op Telegram geplaatst, maar niets dat ik dacht, oh, daar wil ik naar gaan kijken. Dus ik had het idee om gewoon in deze video eens langs de brandhaarden van de wereld te gaan. En dan heb ik het natuurlijk over Oekraïne, Rusland. Wat is daar nu eigenlijk gaande? We hebben natuurlijk nu de NAVO-top, waarbij ze allerlei, nou dat had ik eigenlijk al in de energie gezien dinsdagavond in mijn live, dat ze natuurlijk allerlei woeste uitspraken aan het doen zijn. En nu ligt het allemaal aan China en ik weet niet waar ze allemaal mee aankomen. Dus ik wil gewoon even kijken hoe de energie nu is, Oekraïne, Rusland. Ik wil eigenlijk ook even naar het Midden-Oosten kijken, uiteraard met Israël en wat er allemaal gaande is. Netanyahu verliest steeds meer steun, dus dat staat eigenlijk ook al op instorten. Daar heb ik ook al eerder naar gekeken, maar ik wil nu even kijken hoe is de energie nu. En als laatste wil ik even gaan kijken, hoe staan wij ervoor als mensheid? Hoe staan we ervoor? Dus als eerste wil ik beginnen met Oekraïne, Rusland. Want het bleek nu trouwens ook, daar hadden we het dinsdagavond ook in de live over gehad, dat ziekenhuis dus gewoon disinformatie was. Uiteraard bleek dat Oekraïne zelf daar achter zat van dat ziekenhuis. Interessant. Nou goed, ze brengen weer alles naar buiten om natuurlijk Rusland weer zo slecht, zo zwart mogelijk te maken. Maar uiteindelijk blijken ze het gewoon zelf te doen. We gaan kijken, Oekraïne, Rusland. We hebben hier de koning van pentakels. Centrale kaart, de ridder van pentakels. We hebben de koningin van staven in het verleden. We hebben staven 6. We hebben de gehangene voor de nabije toekomst, de toekomst en de maan. Oh, dit is eigenlijk heel duidelijk voor mij in ieder geval. Ik zal het even uitleggen hoe ik het natuurlijk zie, want het is uiteraard weer mijn interpretatie van de kaarten ook. En voel altijd zelf of dingen resoneren of niet. Maar een plan, ze zijn gewoon bezig met een plan, voor mijn gevoel de witte hoeden, want die zien we ook als invloed in het verleden met de koningin van staven. Die zijn een plan aan het uitrollen. De overwinning is eigenlijk al binnen, voor mijn gevoel heeft Rusland eigenlijk al overwonnen, maar wordt het nog op een bepaalde manier naar buiten gebracht? Het zou mij niet verbazen als dat samengaat natuurlijk met die derde wereldoorlog, wat lijkt alsof het uit gaat breken. Dat wil ik even benadrukken, want ik zag nog iemand die vond dat ik daar niet over mocht praten, want dat gebeurt toch niet. Terwijl ik dus zeg dat het niet gaat gebeuren. Dus ik snap niet helemaal de opmerking. Maar dat maakt niet uit. Ik wil het even benadrukken. Het zal lijken alsof het zal breken.
En dat zal een heel beangstigend moment zijn. Ik heb het gevoel dat dat allemaal bij elkaar gaat komen. Dus vandaar dat dit nog even op het plan ook hoort. Maar ik denk dat de overwinning al lang al binnen is eigenlijk. En een krachtige man die voor meneer P. of wie daar dan precies achter zit, maakt niet uit. Die is gewoon heel praktisch bezig. Ik zag ook nog een bericht van Carine Knapen, volgens mij de Belgische advocaat, als ik het goed heb. Corrigeer me maar als dat niet zo is. Maar zij heeft een bericht gedeeld waarin blijkt dus dat Russen juist bezig zijn om het land op te bouwen in Oekraïne. Scholen, huizen worden er gebouwd, alleen daar zie je dus niets over. Hele praktische aanpak om dingen op orde te zetten, op poten te zetten. Dus daar zijn ze mee bezig. En dit is een plan, dit wordt ook rustig, wordt dit in gang gezet. Maar de overwinning is voor mijn gevoel al lang al binnen. Maar dat gaan we nog even niet zien, wat ik net al aangaf. Het hangt nog stil. Niets is wat het lijkt. Dus dit hoort volgens mij ook bij het hele grote plan. Het schaakspel om dingen in gang te zetten. En natuurlijk ook wat ik net aangaf. Het zal lijken alsof er een derde wereldoorlog gaat uitbreken. Voor mijn gevoel gaat dat niet gebeuren. Wil ik even benadrukken. Maar dit hoort allemaal bij het schaakspel. Ook om het zetten vanuit het duister te laten. Dat zij hun ding kunnen doen. Zodat ze ook weer uitgezuiverd kunnen worden. Ik had ook nog een artikel gedeeld. Volgens mij gisteren. Vanuit een Belgisch artikel. Waarin blijkt dat er weer wat een minister op rare manieren aan zijn einde is gekomen in Rusland. Daar springen ze allemaal uit het raam. Ja, heel bijzonder, maar die zijn allemaal betrokken bij corruptie en dingen. Dus dat is ook weer uitzuiveren. Kijk, meneer P. en de Witte Hoeden, wie daar dan ook echt voor mag staan, die zijn natuurlijk ook bepaalde duistere invloeden daar aan het opruimen. Dus dat is ook belangrijk dat ze precies weten wie waar betrokken bij is. Dus dit wordt voor mijn gevoel ook zo, de plan wordt zo gevolgd dat eigenlijk alles echt opgeruimd wordt. Als je te snel zou ingrijpen, kunnen er dus nog poppetjes wegkomen of poppetjes op bepaalde plekken blijven zitten die dan daarna nog hele grote schade kunnen aanrichten. Dat is in ieder geval mijn gevoel erover. Dus de eerste komende tijd krijgen we in ieder geval niet, er wordt er niet zoveel naar buiten gebracht. Het blijft een beetje zoals het nu is. Ja, er wordt natuurlijk dingen opgeklopt, er gaan nu ook volgens mij F-16's die kant op. Dat betreft is er natuurlijk nu heel duidelijk vanuit de NAVO aangegeven dat ze betrokken zijn. We wisten dit natuurlijk al. Dus dit hoort voor mijn gevoel allemaal bij het plan. Maar eerst komende tijd zien we een beetje wat het nu is. Maar niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Heel belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. Oké, de volgende brandhaard. Ja, Midden-Oosten. Wat is daar gaande? Dan heb ik het vooral over Israël en de Gaza-strook. Wat is daar gaande? Ik heb het gevoel dat er flink geschud moet worden. We hebben hier Pentakels 5. Centrale kaart Bekers 5. We hebben Pentakels 9 in het verleden. We hebben Pentakels 2 onder Bekers 5. We hebben de Page van Zwaarden in de toekomst en Bekers 3. Dus uiteindelijk zal er dingen te vieren zijn daar. Maar ik heb het vermoeden dat het nog wel eventjes gaat duren. Grote problemen. Financiën zijn er niet. Nu zag ik ook al wat berichten voorbij komen dat er niet genoeg munitie was. En dat ze juist de steun nodig hebben. In ieder geval, dat kwam vanuit Israël. Steun nodig hebben van Amerika en dat ze daarom ook een beetje niet blij zijn als meneer T weer aan de macht komt. Want dan kunnen ze het wel shaken dat er iets die kant op gaat. Maar voor mijn gevoel is die geldkraan allemaal dichtgedraaid. Hebben ze gewoon geen geld meer om dat allemaal op poten te zetten. De geldkraan dat droogt uit. Het is dichtgedraaid. Komt niets meer binnen. Dus daar is natuurlijk ook in dat hele gebied heel veel verdriet. Heel veel teleurstelling. Daar zijn zoveel dingen gebeurd. Dat is bewust neergezet, bepaalde poppetjes en bepaalde duistere krachten om alles te ontwrichten daar, om daar chaos te creëren. Heel veel verdriet wat er natuurlijk ook geheeld zal moeten worden, maar dat komt nu ook steeds meer naar voren. Het wordt ook steeds zichtbaarder voor de rest van de wereld wat daar al jarenlang aan het gebeuren is. Maar er komt steeds meer balans. Dit is een balanskaart, al zal het nog de ene kant op kunnen gaan en de andere kant op kunnen gaan, want je ziet die golf op de achtergrond. Het zijn nog vrij wild, maar er komt uiteindelijk een balans in.
Geld is volgens mij op, dus daar hebben ze problemen mee. En er is natuurlijk heel veel verdriet, heel veel pijn. Er is er natuurlijk ook heel veel gebeurd, ook met kinderen, met onschuldige mensen, die eigenlijk altijd de dupe zijn aan beide kanten van de duistere poppetjes die daar neergezet worden. Dat wil ik even benadrukken. Ik heb het dus niet over een bepaald volk of een bepaalde staat. Ik heb het echt over de duistere invloeden die daarin werken. En die van beide kanten deze schade veroorzaken vanuit hun eigen agenda's. Om te ontwrichten, om chaos te creëren, om geld die kant op te krijgen, om lage trillingen te veroorzaken. Wat voor redenen dan ook, maar het is gewoon heel pijnlijk wat er allemaal gaande is. En dan heb ik dus in de toekomst krijgen wij steeds meer informatie gaat naar buiten komen. Paasje van zwaarden, daar komt nog veel en veel meer naar buiten en uiteindelijk kan er feest gevierd worden. Wat betekent, klinkt misschien een beetje raar, maar dat er eindelijk andere energieën gaan komen. Ik denk ook zeker dat er uiteindelijk ingegrepen gaat worden. Het kan aangegeven, een bepaalde letter in het alfabet, dat Israël voor het laatste wordt bewaard. En we krijgen steeds meer informatie over Israël die naar buiten komt. Mensen spreken zich steeds meer uit. Het is heel interessant om te zien. Maar dat heeft met informatie, dat deze kwam als eerste en daarna deze. Ik moet even een spiegelbeeld doen. Heel veel informatie gaat er naar buiten komen en uiteindelijk zal dat mensen bij elkaar brengen en zal dat eindelijk ook echt wat te vieren zijn. Maar wanneer en hoe, dat is gewoon even afwachten. Maar dat dingen daar ook ten einde lopen is wel vrij duidelijk. En dus als laatste wil ik kijken naar de mensheid. Hoe staan wij ervoor als mensheid? Zeker met die duistere invloeden die nog van alles bij ons proberen te manipuleren op grote schaal. Ga eens kijken, wat is de energie van de mensheid? Dan moet je kijken, ik zie als eerste wakker worden kaart. Het is heel, heel toepasselijk. Pentakels 8. Centrale kaart, zwaarde 7. Koningin van bekers in het verleden. Staven 8. Voor de mensheid onder de centrale kaart, de zegenwagen voor de toekomst. En Rad van Fortuin. En zoals ik aangaf, ik zie dit de hele tijd het oordeel. Wat betekent dat dat een belangrijke kaart is en dat gaat over het ontwaken. Wij zitten midden in het ontwakingsproces. Daar zitten we nu in. Het ontwaken, de mensheid. En hoe gaat het ontwaken met de mensheid? Nou, er wordt keihard gewerkt, denkt de mensheid zelf ook. Maar er zijn nog steeds groepen mensen die niet die verantwoordelijkheid willen nemen. En daar, op zich hoef jij daar niet bang voor te zijn. Degenen die daar wel mee bezig zijn, die wel hun verantwoordelijkheid nemen. Die wel met bewustzijn bezig zijn en daarin je stappen zet. Maar dit is dus voor de mensheid op zich. En er zijn nog steeds krachten die die verantwoordelijkheid niet willen aannemen. Die te bang zijn om echt in hun kracht te gaan staan. Maar er gaan heel veel dingen heel spoedig gebeuren met staven 8. Dus dat betekent dat er een heleboel dingen tegelijk gaan gebeuren. Je ziet ook die 8 staven door de lucht vliegen. De zware 7 is nu nog een groot probleem voor de mensheid op zich. Maar ik wil even benadrukken dat wij zelf, ieder die hiermee bezig zijn, onze frequentie bepaalt onze tijdlijn. Dus je hoeft niet bang te zijn als er dus mensen zijn die niet meegaan in je omgeving. Dat jij dan meegesleurd gaat worden met hun tijdlijn. Of dat je dan in de verkeerde tijdlijn zou komen. Dat kan gewoon niet. Dus dat wil ik even benadrukken. Maar het wordt nu heel zichtbaar. Je ziet nu heel zichtbaar de mensen die stappen willen zetten. Die dingen in gang willen zetten. En dan zie je ook heel zichtbaar de groepen mensen die toch blijven hangen. Die toch kiezen om niet hun verantwoordelijkheid te nemen. De verantwoordelijkheid nog buiten zichzelf te zoeken. Ook dat ze hopen dat ze ergens mee weg kunnen komen. Want laten we eerlijk zijn, ook vanuit de mensheid zijn er natuurlijk ook, je kunt ze poppetjes noemen. Maar die zijn ook beïnvloed of gemanipuleerd. Nou, op allerlei mogelijke manieren. En die hebben er ook aan meegedaan. Het is natuurlijk niet allemaal, hoe noem je dat? Duister heeft natuurlijk ook mensen daarvoor gebruikt. En er zijn natuurlijk ook wel een hele groep die absoluut niet de verantwoordelijkheid willen nemen. Want dan hangt hun wel wat boven het hoofd. Maar laten we eerlijk zijn, niemand ontloopt zijn of haar straf. Heel belangrijk om te realiseren. Maar als op grote schaal mensheid, er is nog een die willen niet die verantwoordelijkheid aan. En dat zal je misschien ook wel in je omgeving zien. Het wordt ook steeds moeilijker. Dus we zitten nu in die energieveranderingen, waardoor het ook steeds pittiger wordt. En mensen komen ook zichzelf steeds meer tegen. Wel vaker aangegeven, hebben korte lontjes.
veranderingen waar mensen niet tegen kunnen. Relaties staan op springen. Of mensen komen in één keer bij elkaar. Het is wat weer tot allerlei ontwrichting leidt. Het gaat er nu om dat wij als mensheid in onze kracht gaan staan. Dat we ontwaken. En het proces wordt steeds heftiger. Omdat we volgens mij ook ergens naartoe werken. Maar in de toekomst zien wij de zegenwagen. Moet ik hem even zo zetten. De zegenwagen. De mensheid breekt weg. De mensheid neemt controle over zichzelf. Kijk, er zal een groep zijn die een andere tijdlijn ingaat. Maar ik denk dat een groot gedeelte van de mensheid gaat de tijdlijn in. Het draaien, het positieve lot eigenlijk, de rad van fortuin. We gaan naar een hogere energie. Naar een andere tijden toe. Naar betere en positievere tijden. En dat is juist heel mooi om te zien. Dit is ook echt de controle nemen over ons leven. Echt in onze kracht gaan staan als mensheid. Zelf gaan creëren, bewust dus dat rad in beweging gaan brengen. Waardoor we kunnen gaan creëren wat we echt willen en waar we echt ons goed bij voelen. Dat is eigenlijk wat er nu gaande is met de mensheid. En hier wil ik het even bij laten. Hopelijk tot de volgende video. De live vanmiddag om 4 uur. Ik hoop jullie daar te zien. Dag!